In september vindt in Emmeloord een groot aardappel-evenement plaats. The Next Level Potato Europe. De aardappelnijverheid in Nederland is ontzettend dynamisch. Het is ook zo dat wat nu futuristisch lijkt, dat er over een paar jaar al echt werkelijkheid zal zijn. En wat nu heel modern lijkt, misschien over een paar jaar alweer achterhaald zal zijn. Voorbeelden van innovaties die te zien zullen zijn op de beurs is een 3D-printer, een driedimensionale printer. Met deze printer kunnen we bijvoorbeeld mooi demonstratiemateriaal maken. Zeg een aardappel van een bepaald ras, van een bepaalde leeftijd, al dan niet met kiemen. En kunnen we keurig aangeven als we een nieuw ras hebben, ergens in Den Vreemde, hoe dit ras eruit zal zien en dan kan de klant beslissen. Een ander voordeel, waarschijnlijk nog veel groter, is dat dit apparaat onderdelen kan maken. Als een trekker of een machine ergens op het veld kapot gaat, hebben we binnen een paar uur het onderdeel opgevraagd, per e-mail toegestuurd gekregen, als programmaatje uitgeprint. Voordeel is ook dat we hoeven geen grote voorraden meer aan te houden. En een laatste, misschien nog wel een groter voordeel, dat we kunnen waar dan ook ter wereld machines aanschaffen zonder dat er een dealer om de hoek hoeft te zijn. Want de onderdelen kunnen we immers over de hele wereld naar ons toe laten mailen. Een ander voorbeeld wat te zien zal zijn op de beurs is een drone. Een drone is een klein onbemand vliegtuigje waar camera's aan bevestigd zijn en die dan spectraalopnames maakt van bodem en gewas. Verschillende golflengtes van het zonlicht worden gereflecteerd. Daarmee zal het duidelijk zijn dat er verschillen zijn in de bodem ten aanzien van vochtvoorziening. Maar ook het gewas zal laten zien dat er op bepaalde plekken meer of minder behoefte is aan voedingselementen, bijvoorbeeld stikstof. Dan, deze gegevens zullen dan worden ingelezen in een taakkaart van een sproeimachine. Het zal mogelijk zijn om dan heel snel op het gewas alleen daar toe te dienen waar het gewas het nodig heeft. Het zal uiteindelijk leiden tot een veel homogener gewas, homogener hoeveelheid aardappelen die afgeleverd zullen worden, waarmee bijvoorbeeld meer kilogrammen friet per ton behaald kunnen worden. Wat ook te zien zal zijn op de beurs zijn voorbeelden van kostenbesparing. En dan met name doordat steeds meer menskracht wordt vervangen door machines en door elektronica. Een van de voorbeelden is natuurlijk een autonoom rijdende trekker waar geen chauffeur meer op zit en die de hele dag rond kan rijden en af en toe zal alleen maar getankt moeten worden. Een ander voorbeeld is elektronisch sorteren. Een sorteermachine die met behulp van beelden en camera's knollen onderscheidt en ook weet te volgen in een sorteerbandje. En daarna ze precies kan deponeren daar waar is ingesteld dat een bepaalde grootte, een bepaalde vorm van knol nodig is. Deze zullen in verschillende kisten worden opgeslagen en verschillende delen van de bewaarplaats zullen kisten hebben met knollen daarin van allemaal dezelfde eigenschap. Die later ook naar dezelfde fabriek of naar andere eindbestemmingen zullen gaan. Dit waren maar een paar voorbeelden. Er zal natuurlijk veel, veel meer te zien zijn op deze beurs in Emmeloord in september. Dus wees welkom.